We hebben zojuist gezien dat Galit Sinou definitief is afgehaakt voor de wedstrijd van morgen. Wie gaat er morgen onder de lat staan? Nou, dat wordt Ricardo Kieboom. Die viel in afgelopen wedstrijd. Dat deed hij goed. Ricardo en Roy ontlopen elkaar niet veel, maar de keuze is op Ricardo Kieboom gevallen. We zijn heel het jaar mee bezig en dan mag ik de finale mag ik spelen. Ja, natuurlijk. Het is het mooiste wat er is, denk ik. Ben je gespannen? Gezonde spanning, wedstrijdspanning. Kijk, ik beleef elke wedstrijd zoals ik eigenlijk iedere andere wedstrijd zou beleven. En dat zal ik nu ook weer doen. Want Galit Sinou is geblesseerd. Je moest hem afgelopen donderdag al even vervangen. Ik denk dat je een goed gevoel hebt overgehouden aan die invalbeurt. Ja, ik heb niet heel veel te doen gehad. Twee hoge ballen en wat uittrappen. Dus ja, ik ben met goed gevoel het veld afgestapt. En om erin te komen is het altijd fijn. Even die 20 minuutjes, een paar lekkere ballen. En prima begin. Ja, je mag morgen ineens in de basis beginnen. En dan speel je gelijk om een plek in de Eredivisie. Dat is een vreemde situatie eigenlijk, hè, voor jou. Ja, laat ik het vooropstellen dat het heel erg zonde is dat onze aanvoerder niet kan spelen. Kijk, hij is belangrijk voor ons team. En ja, dat hij dan de finale niet kan spelen, ja, dat is voor ons team heel erg zonde. Kijk, en ik ga mijn best doen om hem zo goed mogelijk te vervangen. Dan de spitspositie. Je liet gisteren al weten dat je gaat overwegen om misschien met Voskamp te starten. Ga je met hem starten? Misschien dat ik je ook gelijk dan de opstelling kan geven. Maar dat doe ik goed. Nee, maar dat doe ik niet, want ja, dat gaan we nu eens even rustig bespreken. We weten dat Johan een tijd niet gespeeld heeft, maar we weten ook dat hij fit is en klaar is. Dus dat ga ik eens even rustig met de andere trainers en de medische staf bespreken. Ik ben medisch fit, en dat is wat anders dan wedstrijdfit. Dus ik ben klaar om eventueel in te vallen. En misschien zelfs in de basis. Ik ben medisch fit, dus het is aan de trainer wat hij daar mee wil. Maar wat is je gevoel? Zou je in de basis kunnen starten, ja? Ja, ik denk het wel. En morgen horen we de opstelling, dus ik heb nog geen idee.